Dat ik eigenlijk pas sinds vandaag meer mezelf begin te voelen. Ik ga even snel een shoplog geven. Ik ben even bij mijn zus in de auto. En die staat al online. Ching ching. Dit is toch gewoon kut. Waarom? Goedemorgen allemaal. Leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verhoorn. En ik heb weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is nu 12 uur. Ik heb er een nogal ochtend op zitten. Ik moest namelijk vanochtend om 8 uur een minor gaan, voor mijn minor gaan aanmelden. En alle HVA-studenten, er zijn duizenden studenten, moesten dit vanochtend om 8 uur doen. Nou ja, resultaat, het hele systeem liep vast. Dus ik kwam in een wachtrij terecht met 1300 mensen voor mij. En de minor die ik wilde gaan doen had maar plek voor 60 man. Dus dat ging top. Mijn top 3 minors zaten allemaal vol. Ik heb nu uiteindelijk voor de minor veranderkunde gekozen. En dit heeft te maken met management en veranderingen, samenwerken. Totaal is anders dan mijn opleiding, maar misschien vind ik het wel hartstikke leuk. Mijn nicht heeft het ook gedaan en die vond het heel leuk. Mensen die deze minor hebben gedaan of iets hierin, please DM me, want ik wil er echt alles over weten. Ik kwam een DM op Sarah Verhoorn. Maar het is nu maandag. En ik heb net heel eventjes aan school gezeten. En ik heb een koffietje op en ik ga nu werken. Ik moet werken. Ik werk als bezorger bij de apotheek. Wordt heel vaak gevraagd. Er staat ook een winactie online van Shein. Dus op mijn Instagram kan je 100 euro shoptegoed winnen. Bij, hier zal ik de foto plaatsen, bij Shein. En dan moet je even op mijn Instagram kijken wat je moet doen om dat te winnen. Yes. En dat was het eigenlijk. Ik ga nu naar werk. Oké, het is bijna 1 uur. Ik ga nu naar mijn werk toe. En ik heb net even een broodje gegeten. Dus ja, ik ga nu. Ik moet echt de hele middag werken. Ik ben inmiddels thuis van werk. En ik heb een pakketje ontvangen van Floreal Hair Care. Ik weet niet of dit hoe je dit spreekt. Floreal, denk ik. Ik weet niet of het Engels is. Maar dit is een PR pakketje. Dus die gaan we openen. En ik laat mij altijd mijn adres zien. Echt zo dom. Want ik let er dus nooit op. Ik heb deze product gekregen. Het is dus voor je haar. Oh my god. Dit is echt top. Dit zijn echt top producten. Ze hebben dus speciaal voor mij naar mijn haar gekeken. Wat mijn haar nodig heeft. En ze zijn er dus op gekomen op deze Color Protect zilver shampoo. Omdat ik natuurlijk aan de onderkant mijn haar geblondeerd en dit vaak met zilver shampoo doe. Heel erg benieuwd, want ik gebruik nu ook al een zilver shampoo. Echt heel erg benieuwd hoe deze werkt. En dan heb ik een conditioner. En dit is voor droog en beschadigd haar. Bevat soja en erwtenproteïne. En dat voor haar dat beschadigd en verzwakt is. En herstelt dat in de puntjes. Dus een conditioner en een shampoo. En dan als laatste hebben ze een soort spray gegeven voor long hair split ends. Nou, ik heb echt dode puntjes. Dus dit is een pompje. Dan moet je dit in je haar doen, denk ik. Tegen de haarbreuk en gespleten haarpunten. Super chill. Dit zijn echt topproducten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zal de website in de beschrijving zetten. Echt heel erg benieuwd naar die zilver shampoo. Ik wil echt weten of het paars is. Ja, hij is ook paars. Wow. Goddamn. Het is dus ook echt paars. Dat is altijd met zilver shampoo, maar kut. Echt mega erg benieuwd naar. Ik ga vandaag of morgen mijn haar ermee wassen. Ik zit op een scooter. Ik moet hem even achter mijn windscherm houden, want anders horen jullie mij dus niet. Maar ik ben nu onderweg naar de gemeente.
een soort van, I don't know, waar ik eigenlijk onderweg naartoe aan ben. Maar ja, het is een soort geheim project nog. Maar jullie komen er meer over te weten. En ik heb er echt super zin in, dus super erg benieuwd. Maar ik zit op de scooter, dus yes. Right, ik ben weer thuis. Gesprek ging goed. Gesprek, meeting, achtig gebeuren. Het is buiten echt koud aan het worden. Echt kut. En ja, ik ga denk ik even een stukje van de vlog editen. Het is nu 9 uur of zo. Het voelt voor mijn gevoel echt als 11 uur 's avonds, omdat het gewoon pikzwart is. Maar ja, het gaat over een soort presentatieklus hier in de buurt. Dus ja, ik ben echt super erg benieuwd hoe het gaat lopen. En ja, ik ga vanavond verder niet echt iets meer doen. En ik wil morgen gewoon een beetje op tijd mijn bed uit. Dat ik iets aan mijn dag heb. Want vanochtend was ik dus verslapen. Dat is echt kut. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik ben helemaal opgetut. Want ik heb voor het eerst lipstift op. Ik heb de lipstift op van MAC. Naam Whirl. Wat vinden jullie ervan? Ik moet namelijk een Insta-foto maken. Dus ik ben zelf even een uurtje gefliekt. Ik heb ook mijn haar gewassen met de producten die ik gisteren had unboxed. En ik ben er echt heel tevreden over. Het is echt weer een stukje lichter voor mijn gevoel. En het is echt mooi volume. En I love it. Ik heb de outfit aan van Bijos Fashion. Ik denk, ja, de winactie loopt als het goed is nog. Ja, moet je even mijn Instagram checken. Een andere winactie van Bijos Fashion. Ik heb echt super veel leuke items van haar. Deze trui, dit rokje had ik al. En dan deze super leuke laarzen die ik natuurlijk... En de laarzen die ik natuurlijk wel eens al in mijn vorige vlog heb laten zien. Dus even time om fotootjes te maken. Oh, ik had vanochtend trouwens... Ik had vanochtend trouwens online les. Dat is nu voorbij. En ja, ik ga even vragen of mijn vader of moeder een foto wil maken. Echt zielig, want ze zijn altijd slachtoffer. Maar ja, is nodig. Right. Het is inmiddels al 4:15. Volgens mij heb ik vandaag echt bijna niet gevlogd. Ik heb even een andere outfit aan die gaan werken. Ik heb deze cropped trui van Chiquelle aan. Deze broek van de H&M en mijn Dr. Martens. Maar ik wil nog even over iets hebben, want ik ben nu de weekvlog van vorige week aan het editen. En ja, daar had ik verteld dat ik echt even me helemaal, ja, kut voelde gewoon, hard gezegd, door een bepaalde situatie. En ik merk dat ik eigenlijk pas sinds vandaag me een beetje meer mezelf begin te voelen. Ik had het gewoon echt heel erg moeilijk en ik moest het gewoon verwerken, accepteren en een plekje geven. En dat kost gewoon even tijd. En ik merkte gewoon dat er niks uit me kwam. Ik kwam niet aan school toe. Ik kwam niet aan YouTube toe. Ik kon alleen maar verdrietig voor me uitkijken. En ik doe dan op de vlog wel af als alles zeg maar goed is. Maar die van binnen voelt me gewoon kut. En ik merk wel dat het steeds beter gaat. Dat ik meer in de schoolflow kom, meer in... Ja, workflow weer een beetje en zo. Dus daar ben ik heel blij om. Want ik verstikte me helemaal. Ik had zoveel paniekaanvallen. En ik kreeg gewoon geen lucht meer en zo. Dus ik ben echt blij dat een stukje beter gaat. En ik ga zo gewoon lekker werken. Ik ga over 10 minuutjes weg. Het is gewoon lekker weer. Dus dat is super chill. Ik ben nu bezig met de weekvlog editen. En daar ben ik bijna klaar mee. En ja... Daar heb ik wel een brilletje voor nodig, want anders kan ik het allemaal niet zien. Ah, alles gaat vallen. Ik ben klaar met werk en het was vet schattig. Want tijdens werk kwamen er 3 kijkers naar me toe en die wouden op de foto. Het was zo schattig en lief. Dus ben ik helemaal niet scherp. En ik heb dit van mijn werk gekregen, shower gel en iets van een body cream. Super schattig voor... ja, dat hebben we gewoon gekregen op verzorgers. En ja, ik ga nu naar huis. Ik ga vanavond een drankje doen met Zoe, een vriendin van mij. Dus ik ga snel thuis wat eten en dan omkleden en dan ervan door. Oké, het is inmiddels 8:30 en ik ben thuis. Ik heb lekker, hoe noem je dit? Rusty? Volgens mij is het Rusty. Ik ben het even aan het bakken. Oké, ik heb me heel even snel omgekleed.
Ik kon het toch niet laten. Ik wilde het eigenlijk gewoon aanhouden wat ik aan had. Maar ik kon het gewoon niet laten. Ik heb deze leuke trui aan van bijosfashion.nl. Deze broek van H&M. En deze super leuke schoenen van Shein. En dit tasje van Shein heb ik ook erbij. Zo, dit is mijn outfit. En nu ga ik onderweg. Ik zit in de auto. Ik ben er onderweg naar huis. Dat is super gezellig. Let op slecht wegdek. Ik ben echt niet scherp. Let op werkzaam hier. Zullen we werkzaam? Maar voel ik helemaal niet scherp. Maar het was super gezellig. Alleen we zaten buiten. Want in het begin was het gewoon nog lekker. Alleen het was op een gegeven moment zo koud. Het is nu ook 11 uur. Maar ik ben onderweg naar huis. Thuis zit een soort raar rooster op mijn camerabeeld. Super gezellig. Ik lig nu in mijn bed en ik heb helemaal geen zin om mijn make-up in me af te halen en zo. Maar ja, ik ga het natuurlijk wel doen, want anders is het super slecht voor je huid. En ja, ik ga gewoon zo slapen en morgen een beetje op tijd mijn bed uit. Want ik heb veel te doen. Voor mijn gevoel is het altijd niet scherp. Ik ben helemaal rode wangen. Ik lig allemaal spullen in mijn bed. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Het voelt echt niet woensdag. Het voelt echt, ik weet het niet. Gisteren voelde het heel tijd als woensdag aan, maar ik ben gewoon helemaal dagen kwijt. Ik vind het gewoon geen weken en dagen meer. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil gewoon naar school. Maar ja, het gaat verder ook niet meer gebeuren. Ik ben vandaag de hele dag vrij. Ik moet alleen werken vanmiddag, maar ik moet gewoon naar school zitten en naar YouTube. En ik ga niet echt wat doen of zo. So that's my day. Ik heb deze leuke kotrui aan van Chiquelle. Die zou ik nog een keer laten zien. Nooit meer gedaan. En deze riem van Shein. En deze boyfriend jeans. Heel simpel. Maar kettingen van Labella. Altijd om douchen. Everything. Ze blijven mooi. En ze verpeuren niet. Morgen is heel leuk. Want ik ga dus een eigen collectie uitbrengen bij Labella. En morgen gaan we daar de rest van de foto's van maken. Want we hebben al productfoto's gemaakt. Maar we willen nu ook, zeg maar, foto's van mijn hoofd en zo. Dus ja. Nu ga ik naar beneden. En ga ik alles werken. Oh, en vandaag komt ook de giveaway online. Van Bijos Fashion. Inmiddels een tijdje verder. Ik heb de vlog geüpload. Ready to, ja, hoe zeg je dat? Ik heb helemaal klaargezet zodat het meteen in mijn verhaal kan allemaal. Winactie post op Insta. Goed gezet. Ik kom echt totaal in mijn woorden, jezus. Ik ga nu even lekker crackers eten. Met filet americain. Dat heeft mijn moeder gehaald. Love it. En ik ga dan zo meteen. Ik heb namelijk heel leuk 3 mega pakketten binnengekregen van Wardens. En dit is een site dat hele goedkope, chille kleding heeft. Dus sweaters, leggings, joggingsbroeken en zo. En daar ga ik een TikTok voor maken. Hun zijn fucking goedkoop. Ze hebben echt voor 10 euro een trui. En dat ga ik zo allemaal laten zien wat ik heb. En daar ga ik ook een TikTok over maken. En ze hebben een hele snelle levering. Echt niet normaal. Het was er echt binnen een week of zo. Yummy. Lekker ui erop. Lekker uit mijn bek stinken. Oké, ik ga even snel een shoplog geven van Wardens. Ik heb echt super veel gevallen. En het was er echt super snel. Ik heb ook een kortingscode. Uit mijn hoofd is het Sarah5. En dan krijg je 5% korting. En het is een lage korting omdat de kleding natuurlijk echt al mega goedkoop is. Maar ik zal het even wel in de beschrijving zetten. Ik heb hier de bon. En ik heb alles in een grote maat besteld. Maar ik zal sowieso alles in de beschrijving zetten. Want ik was bang dat het anders te klein zou zijn. En het zijn niet echt leuke kledingstukken, maar het zijn gewoon chill outfits voor mega goedkoop. En sweaters en truien en weet ik het allemaal.
Oh, nou ja, als eerst pak ik hier een groot wit oversized shirt. En ik heb eigenlijk helemaal geen basic shirts. Dat mis ik altijd, want ik wil altijd gewoon een basic shirt combineren met een jasje of een ketting. Deze dus, wit shirt. En een zwart shirt. En deze heb ik van allemaal in maat... Oh, het zwarte shirt heb ik in maat M. En het witte shirt in maat L. Want ik wil ze echt oversized hebben. Dan heb ik hier een trui. Een zwarte basic trui. Dit vind ik ook echt super chill voor werk gewoon of zo. Lekker op sportlegging. En ik heb hier een zwarte joggingsbroek. En ik ga alles aantrekken voor TikToks. Dus dan laat ik het zo tussendoor even zien. Dan heb ik hier een zwart basic vest. Dit vind ik ook heel chill voor werk. Gewoon een zwart vest. En een beige roze trui. Deze ziet er wel heel lekker zacht uit. Ook wel echt een leuk kleurtje, by the way. Dit is gewoon fucking chill voor de winter. Ik heb namelijk geen truien of hoodies. Ik heb het gewoon niet. Dan een witte trui. Dezelfde, denk ik. Maar dan in het wit. En in het zwart. Heb ik er nou... Oh, nee. En in het zwart precies dezelfde. Dan heb ik een beige vest. Lekker basic. En een roze sweater. Gewoon een sweater. Dan heb ik, dacht ik, dit is handig voor Koningsdag, een oranje trui. Want ik heb helemaal geen oranje trui. Maar dit kan ook wel gewoon leuk los zijn. En het voelt echt als hele lekkere kwaliteit worden. Het voelt echt heel zacht. Maar ik dacht, dit is eigenlijk best wel leuk voor Koningsdag. En nog één. Oh, deze lijkt heel erg op de ander. Dit is echt bijna dezelfde kleur. Dit is dezelfde kleur. Nou, dan geef ik die aan een vriendin. Ik heb toch nooit zoveel truien nodig. Het voelt allemaal wel echt een super, super goede kwaliteit. En het is ook allemaal van een merk. Maar ik ga het nu even van me aandoen. En dan laat ik het ondertussen in de vlog zien. En ik maak er een TikTok over. Ik heb nu die zwarte joggingsbroek aan. En dit heb ik in maat L. En dit is echt perfect. Hij is lekker high-waisted. Zit helemaal goed verder. En hij zit aan de onderkant gewoon mooi aansluitend. En ik heb deze lekkere roze trui aan. Deze vind ik wel echt... Hij is super zacht. En heel lekker. En mooi. Ik heb nu deze oranje trui aan. En ik vind het oprecht leuk. Ik vind het ook echt, het is ook echt goede kwaliteit en het is echt lekkere stof. Het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dus de maten vallen gewoon goed. Ik zou sowieso maat M nemen. Dan is het gewoon normaal. En wil je het echt oversized, maat L. En ja, ik ben nu alles een beetje aan het passen. Dus wil je alles goed zien, check mijn TikTok. Oh my god, ik vind deze trui echt vet leuk. Love it. Het is ook echt gewoon goede kwaliteit. Lekker warm. En ja, ik heb deze dus ook precies hetzelfde in het zwart, precies hetzelfde in het wit. En dan en nog een keer soort van in bijna dezelfde kleur, iets meer beige maar. En ik heb ook een heel leuk vest in het beige en die zit ook heel lekker. En deze heb ik ook precies hetzelfde in het zwart. En de twee zwarte witte trui, shirts vond ik ook kapot chill. Dus daar ben ik allemaal heel blij mee. Check de... TikTok voor alle aanbeelden. Ik moet zo werken. En dit is echt kut weer. Maar ik heb wel lekker een truitje aan met een capuchon. En ik heb een taartje die mijn moeder had gehaald. Mijn moeder had vandaag een workshop gegeven. Check mijn moeders Insta als je ook misschien een workshop hier wil volgen. Dat is Artmind Gallery. Artmind.gallery. Een koffie en zo werk. Even bij mijn zus in de auto, want het regent niet normaal.
En we gaan naar werk. En 3 keer raden wat er in de auto staat. Hoppa, fles wijn en een biertje. Alcoholist aanwezig. Ja, dus als je dat weer 3 keer in de auto. Alles staat klaar. Alles staat voor je klaar. Heerlijk. Oh, wat een kut weer. Ja, maar dit is kut. Echt ja, is goed. Nou, wij gaan onderweg naar werk. En ik had een koffie, dus heb ik maar meegenomen. Want ja, ik en zonder koffie, daar had ik niet. Altijd. Goedemorgen. Oh, ik val bijna. Het is vandaag donderdag. Ik ben helemaal geflikt. As you can see. Want ik heb vandaag de shoot day voor mijn own collection. En La Bella. Ja, we gaan foto's maken, aanfoto's met sieraden van mijn eigen collectie. En die staat al online. De collectie staat al online als deze vlog online is. Dus check de beschrijving, check La Bella, check mijn Insta, kortingscode en mijn eigen collectie is uit. Fucking gaaf. Ja, daar zijn we gaan voor shooten. En ja. Alright, ik heb de hele ochtend aan de Instagram stories gezeten. Want ik wil gewoon een mooie feed. Dat ik op de Insta stories kan zetten. En in mijn highlights kan zetten. Ja, ik ben hier bezig. Met alle foto's uitgezocht. En de teksten erbij. En de namen van de producten. En alles erbij gezet. Oké, ik ga even mijn haar feunen. Voor de shoot. Want het zit nu niet. En ja, dan ga ik. Ik heb net heel tijd aan de Insta stories gezeten. En dan ga ik naar Isabelletje toe. En gaan we lekker samen even wat eten. Ik ben bij de groothandel zie je wel eens foto's. En dan hebben ze gewoon ingefotoshopt. Nee. Eentje was verkeerd gefotoshopt. Die hing half uit het oor. Ja, want het is altijd precies dezelfde foto. Het is precies dezelfde kleur. Oh, ja. Andere kleur. Ja. Wat een dag. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Echt. Het kost zoveel meer energie als je denkt. Echt gesloopt. Maar ik ga nu even alle foto's bewerken. Uitkiezen, selecteren. Bla bla bla. Het is inmiddels 9 uur. Sorry jongens dat ik zo weinig vlog. Maar ik heb het zo druk. Want morgen komt de collectie uit. Morgen om 4 uur is de collectie. Maar ja, de collectie is natuurlijk al uit als deze vlog online staat. Heb je de collectie nog niet gezien? Check mijn Instagram. Check mijn highlights. Daar staat het in. Of check La Bella. Ik kan niet wachten. Ik moet alleen nog video editen. Verder heb ik alle stories gemaakt. Alle foto's bewerkt. Alles staat klaar. Dus dat stop. Ik ga nu lekker Love Island kijken. Want het is echt al bij aflevering 40 of zo. En ik ben nog bij aflevering 4. Zo. Ik heb gewoon niet eens tijd om Love Island te kijken. Ik heb het zo druk. Ik heb net ook een interview gehad voor school. Dit ligt bomvol. Trouwens fucking lief. Ik weet niet of ik het gezegd. Maar ik had dit Rituals pakketje gekregen van mijn werk. Voor de mensen die zich afvragen waar werk je, want die vraag ik altijd. Ik werk bij de apotheek als bezorger, mega chill. Maar er zitten 2 Rituals dingetjes in. Het is een foaming shower gel. Dat is altijd chill, zo'n gel, shower gel en een body mousse. Een crackling body mousse. What is that? Let's try. Wat is dit? Crackling body mousse? Maar er komt helemaal geen mousse uit. Het is deo. Het is gewoon een soort deo hoor. What the fuck is it? Oh! Oh my god! Dit is echt vet cool! Dit is echt vet cool! Holy shit! Het ruikt lekker, jongen! Het ruikt echt heel lekker. Oké, nou ja, dit zit er dus in. Vet random, echt. What did ik? Maar super lief dat ik had gekregen. En er stond op
Dag van de assistent. Bedankt voor je tameloos inzet. Echt lief. So, thanks. Ik denk dat niemand van mijn werk dit ziet, maar thank you. Het is inmiddels 9:30. Ik heb dit chill pakje aan. Ik ga nu even lekker mijn make-up eraf halen. En mijn tandjes poetsen. Oh, het is 10:30. Het is helemaal niet 9:30. En ik ga lekker Love Island verder kijken. Ik was echt nog maar bij aflevering 6. En er, ja, zijn wij nu bij aflevering 25. Dus ik loop heel erg achter. Ik vind van het nu toe Mert en Joan zo cute. Echt leuk. Maar ik ga even make-up eraf halen. Tanden poetsen. En lekker naar bed toe. En morgen is het alweer vrijdag. Dan ga ik in de ochtend vroeg opstaan, 9 uur of zo. Aan school, video's editen. En in de avond ga ik gezellig met twee vriendinnetjes Mario en Anna. De kijkers die me al langer kijken, die kennen maar hun nog wel van mijn vorige schooljaar. Ik zat bij hen in de klas, ik heb ze super lang niet gezien. Dus we gaan lekker eten bij Cannibaal en in Amsterdam. En helaas kunnen we niet uit. Maar ja, that's another story. Morgen allemaal, het is vandaag vrijdag. En ik heb helemaal niet zoveel make-up op, want ik heb gewoon lekker mijn trui aan en een legging. Ik heb niet altijd dezelfde legging aan, jongens. Ik heb meerdere leggings. Niet dat je denkt, die buiten elke dag een sportlegging aan. Maar het zit gewoon lekker als je thuis zit te werken. Maar ik ga vanavond lekker eens eten, dus dan wil ik lekker daarvoor douchen, mijn haar wassen, mijn haar doen en opmaken. Dus ik heb nu gewoon even basic make-upje op. En ook heb ik mijn eigen collectie in. Oh my god. I freaking love it. Die earcuff is echt geweldig. Ik heb hier mijn kettingen. Deze Quinn Chain XOXO. En deze twee is Special Lock en Wooda Girl. Die zijn ook van La Bella zelf. Echt love it. En ik heb mijn armband om. Deze armband om is ook heel leuk. En ik heb ook nog een andere armband. Maar die kan ik even nog niet verkopen. En een wel gaat. Ik denk dat er een pakketje is. Oeh, pakketje time. Hey, dankjewel. Doei doeg. Told ya, bitches. En dit is een pakketje ook nog van Wardens. Ik had dus gelezen in mijn mail. Ze hadden mijn mail gestuurd. Mijn haar aan de onderkant is echt dede. Dat er één pakketje niet op voorraad was, die later zou komen. Laat dit nou een sportlegging zijn. Ja, ik leef echt in die dingen, want het zit gewoon lekker. En het zit gewoon lekker. En het ziet er gewoon mooi uit, vind ik. Het ziet er gewoon strak om je benen uit. Het zit gewoon mooi. Ja, ik hou ervan. Oh, het is wel echt een mooi stofje. Het is wel echt een ander soort stofje als normaal. Maar misschien is dat ook juist wel leuk. As you can see. Het heeft hierboven een band. En het ziet er zo uit. Ik ga hem eventjes snel aandoen. Maar het is wel echt meer een sportlegging. Oh, dat heb ik wel gezien. Want hier zit bijvoorbeeld ook van dat gaas en zo. Ik heb deze in maat M. En dat is eigenlijk perfect. Hij heeft hier aan de zijkant nog zeg maar, van die leuke details. Dat je je huid erdoor ziet. Dus het is meer echt een sportleuke legging om mee te sporten. Maar is het gewoon goed? Het is inmiddels 2:30. Ik heb net online les gehad. Jezus, ik zie er echt niet uit. En ik kan niet wachten op 4 uur. Want dan is de release van mijn collectie. En ik had in mijn verhaal gezet van wie gaat er wat bestellen? Of ga je wat bestellen? Jazeker. En van nee, weet ik nog niet. En echt al, even kijken, 200 mensen hebben gereageerd. Ik ga wat bestellen. Dus dat werd echt bizar. Oh my god, het is zo leuk. Ik zweer het. Echt geweldig. Ik kan niet wachten. Maar ik ga nu even lekker een broodje maken. En hier ga ik lekker filet op doen. Maar ik dacht dat het dus normale filet was. Maar het is vegetarische filet.
Ik heb dit wel eens vaker op. Het is op zich niet heel vies, maar ik vind normale filet lekkerder. Dit is met kikkererwten gemaakt of zo. Ja, en het is 2:30. Dus ik moet even de video afediten, want ik heb ook een video van mijn collectie gemaakt. Dus die moet ik even afediten. Oh, vlek op mijn hoofd. Weet je wat ik vanochtend heb gedaan? En even wat op mijn broodje. Laat alsjeblieft weten in de comments of ik de enige ben die absoluut niet in de ochtend kan eten. Het is nu 2:30 en ik ga nu pas wat eten. Want ik was gewoon 9:30 wakker of zo. Maar als ik wakker word, heb ik gewoon geen honger. Ik heb gewoon echt zo'n misselijk gevoel. En het maakt niet uit hoe laat het is. Ook word ik 12:00 wakker, heb ik ook geen honger. Gewoon als ik wakker word, heb ik gewoon geen honger. En dan het enige wat ik nodig heb is een koffietje. En dan ben ik eigenlijk de hele ochtend wel satisfied. Ja, nu rond 9:30, ik krijg dan gewoon een beetje honger. En dan ga ik gewoon lekker een broodje eten. Maar ik heb wel, als ik eet, dan heb ik opeens heel veel honger. Dus nu heb ik helemaal niet zoveel honger. Maar dan ga ik een broodje eten. Maar dan het broodje heb ik dan nog steeds het gevoel dat ik niet vol zit. Dus dan ga ik nog een broodje eten. Dan ga ik nog een broodje eten. Ah. Of als ik crackers eet, dan kan ik echt 100 crackers van op. Maar voor mijn gevoel vult het niet. En ik haat het gevoel van honger. Heel erg. Maar ja, weet je, het komt allemaal goed. Maar ik vraag me zelfs af of ik de enige ben. Let me know in de comments. Oké, de broodjes zijn klaar. We gaan nu die filet proberen. Dit is dus vegetarisch filet van Smack. Of zo. Dat geapp. Godverdomme, ze wel. Het ruikt wel echt hetzelfde. Ik heb namelijk ook een keer van Kips. Van Kips heb ik wel eens die vegetarische. Hoe noem je dat? Filet op. Maar dat vond ik echt heel anders smaken. Het is eigenlijk geen filet. Het is gewoon een dip. Gewoon paprika kruidendipachtig. Maar het is natuurlijk niet goed voor je als je alleen maar rauw vlees eet. Dat is helemaal niet goed voor je. Het smaakt echt bijna hetzelfde, ik zweer het. Ik had dus die van Kips in mijn hoofd. Maar die vond ik echt heel anders smaken. Vond ik echt niet lekker, maar dit kan nog wel. Maar ik heb natuurlijk liever gewoon echt filet. Voilà. Guys, over 1 minuut is de collectie online. Oh, nog 1 minuut en 20 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! De collectie is online. Oké, ik ga snel mijn Instagram post online zetten. Het is inmiddels 6:00. Ik heb even een krentenbol. Lekker. Ik had mijn moeder gehaald, want ik had vandaag alleen maar een broodje op. En het is nu 6:00 en het was gereserveerd om 8:00, dus pas over 2:00. En dan wil ik niet meteen eten. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Mijn leuke cutting om. En ik heb dit blazertje aan. Een, hoe noem je dat? Strapple stop. En deze flarebroek. En ik ga nog mooie hakjes erbij aan doen. Ook van mijn collectie. Het loopt niet normaal goed. Ik wil jullie allemaal even bedanken voor iedereen die een bestelling heeft geplaatst. Ik kan het gewoon niet geloven dat mensen echt zoiets willen kopen van mij. Ik vind het zo, zo leuk. Dus bedankt allemaal. Ik waardeer het heel erg. Het is echt niet normaal. Het overstroomt helemaal met bestellen. Dan zegt Isabel. Dus het is echt mega leuk. Maar ik ga mijn haar feunen. Dan moet ik snel weg. Oké, ik heb mijn haar even in mijn jas gedaan. Ik ben bij de bus. Want ik ben even met de auto gegaan. Het regent te hard. En ik ga nu. Ik heb nog geen zin in die regen. Oh my fucking god. Ik ben mijn fucking mondkapje vergeten. Nou, nu kan ik weer helemaal naar huis. Heen en weer. En kom ik veel te laat. Echt. Oh, ik haat dit. Wat een gezeik zeg. Hoezo hebben ze niet gewoon bij de ingang van een fucking bus mondkapjes? Waarom moet je dat zelf meenemen? Oh jongens, ik zweer het jullie. Nou, ik heb hier nu mondkapjes genoeg. Maar dit is toch gewoon kut. Waarom hebben ze niet gewoon in de bus een paar mondkapjes liggen voor als je het vergeet? Ik bedoel, het is zo irritant.
Oh mijn god, ik ben ook mijn OV vergeten, besef ik me nu. Ik weet niet waar ik zit met mijn hoofd. Nou, het is alleen maar goed dus. Oh, wat erg. Oh. Stond ik daar al dus met botkapjes onder OV. Oh my god, het is zo lang geleden sinds ik met de bus ben geweest. Want überhaupt met het OV naar Amsterdam. Ik ben altijd met de auto geweest. Maar nu ga ik met het OV. Dat is voor gratis. Zo lang geleden, dan had ik het elke dag. Ik kan het me echt niet meer voorstellen. Maar die bus komt over 3 minuutjes. En ik heb deze hak aan, by the way. Van een shoplog. Love it. Echt. Amazing. Amazing. Ook het mondkapjes. Godverdomme. Ik ben eindelijk weer herenigd met mijn schatten. Het snabbel. Voor de trouwe kijkers kennen ze wel. We zitten lekker bij. Hele trouwe kijkers. Hele. Wee. Het gewoon een beetje van vorig jaar carnaval. Ja. Dat is een landbare. Het was helemaal een tief, hè? Oh, je hebt van Bureau Burgwallen met die... Oké, maar we hebben nu lekker steekte taartje en een garlic bread. Echt ja, ik vind het ook helemaal wat eigenlijk. Maar je god, ik krijg een heel kopmes. Wie gaan we vermoorden vanavond, jongens? Nou, ik weet wel een aantal namen. De Birch. We gaan even de Birch. De Joker. Nee, de Birch. Die ken je toch wel? Nee, dat ken ik niet. Oh, daar komt het! Wat goed, ik heb een lekker bavetje. En even scherp, mac and cheese, mega mes, zo zit bloed aan. Nee, het barbecue. Maar echt een lekker burgertje. Barbecue. Het is weer gin tonic time. Dat is echt ons drankje, eerlijk. Ja, maar ik had wel even korrels erin gedeeld, of iets leuks erin. Korrels? Peperkorrels. Wat voor korrels? Peperkorrels, kennen jullie dat niet? Nee. We waren vorig jaar geleden ook niet zo. Fucking lekker. Wat is dat? Nou, de helft gaat ernaast. Heeft iemand ons speciaal twee gin tonic gegeven? Of ja, maar we hebben het makkelijk. Twee tonics, omdat hij denkt dat we het wel hebben. Mijn gietal is er ook. Stop! Oh, lekker antispans. Hier, even mij vullen bij die andere. Oh, bij mij. Nou, dit kan niet. Ik wil wel een roerstaaf. Ja, ik wil ook een roerstaaf. Wie gaat het doen? Heb je een fout? Het is hier echt heel leuk. Helemaal buik zijn. Maar helemaal vloggen. Hi. Oh, wat zit mijn haar nog leuk. Ja. Niet verwacht. Helemaal. Waar is de ding? Oh ja, dankjewel. Ja, het zit helemaal weer in model. Hey, hot take over de super, weet je die nog? Nee, dat was erg. Ik ben Matthijs, ik ben de hele super rond. Ik heb geen corona, ik ben negatief. Dat is gewoon mijn nieuwe openingszin. Ja. Heb dat. Zo, slaap. Echt. Het is heel fijn als je. Nee, maar. Nee. Mijn nukbang doen. Ja. Een drink. Hier, Kyoza. Nukbang drink. Ik voor Ariel. Ja. Dat is wel fijn. Oh, ja, dat denk ik, ze hebben echt gemeend. Dat je voor hun praat. Hij vraagt hem. Lukt me dat haat, joh. Ja, ik wil het echt niet. Ik kan hem niet in de kom zetten. Andersom, moet je hem andersom doen. Andersom de kom. Echt een mama ben ik. Ja, echt zo. Best slim. Ching ching. Gin gin club. Cancel. Abort mission. Ik weet niet meer. Oh, dat gaat weer niet goed. Good morning. It is 1 uur, zaterdag. Mijn haar is echt verschrikkelijk. Ik heb ook heel snel wat make-up opgedaan. Ziet er niet uit. Ik ga nu namelijk een FaceTime met iemand. Want iemand wil mij FaceTimen, want
over mijn YouTube wil een soort interview houden. Oh, ik ben zo blij met mijn sieraden. Ik vind het zo leuk. Maar ik word nu gebeld. Als het goed is. En ik ga vandaag video editen, aan school zitten. En vanavond ga ik gezellig wijntjes doen. En naar een soort kroeg weer hier in de buurt. Ja, niet echt heel veel bijzonders of zo. Gisteren was zo gezellig. Ik had de meiden echt denk ik een half jaar niet gezien door corona en zo. Ik zat vorig jaar bijna in de klas. Ja, het was zo gezellig. Jullie hebben het al gezien. Het was met... Yes, nu ga ik... Nou, wachten tot ik gefeestemd word. Ik ga echt super stuk op deze reactie van mijn collectie. Gaat al het geld van de sieraden naar jouw bankkaart? Nou guys, I wish. Dat zou toch eens leuk zijn. Nee, maar ja, er komt natuurlijk van alle kosten bij kijken. Inkoopkosten, verzending, de zakjes, de inpakmaterialen, alles, everything. Dus nee, ging alles maar lekker naar mijn bankkaart. Dat zou toch eens even chill leven zijn. Het is inmiddels 2:30, mijn haar zit echt niet. Ik moet even wat eten. Ik had trouwens dat interview gehad, dat was super gezellig. Ja, gezellig. Was zo gezellig. Goed. Ik moet even de afwasmachine uitruimen. Dit inruimen. Ik ga even een tostietje van kaas maken. En ik ga vandaag nog een appeltaart bakken. Want mijn vader is maandag jarig. En ik ben een video aan het editen. Dus productive day. Dat vind ik heel raar. Gewoon productief dag. Ik ga mails even beantwoorden en zo. En ja. Ik word geëpt. Ik geef mezelf even een kleine break. Ik heb 2 mini tostietjes. Ze zijn heel klein in het echt, maar het lijkt veel groter op beeld. En ik ga even lekker Love Island kijken. Ja, geef mij maar even de schuld. Ik heb het zo bizar koud. Er wordt nu een koppel uitgestemd en ik ben echt benieuwd wie het is. Matt en John, jullie mogen gaan staan. Ik like echt een rol. Ga, hè? Ach. Nou, ik zie er niet uit. Ik ga even douchen. En vanavond gaat alle kroegen dicht om 1 uur. Dus we beginnen wel lekker om 8 uur. Hey, het. Ik ben heel benieuwd wat de avond gaat brengen. Even snel een start in, want ik ga op de scooter. Maar ik heb me opgemaakt. Ik heb deze top aan van Shein. Broek van de Bershka, schoenen van de weet ik niet. En ik ga nu snel doen. Okay, ik heb toch besloten met de auto te gaan, want het begon te regenen. Mijn vader zei toch, fuck nou, het regent vanavond. Dus laat ik mijn auto gewoon daar staan en hou ik hem morgen op. Want ik dacht, ja, sorry, maar ik ga echt niet nu met de scooter door die kutregen. En dan moet ik maar gewoon taxi terugpakken of zo. We zijn nu in de piep. Ja? Oh. Hoi. Maar het is gewoon kut, want iedereen zit zeg maar te wachten tot de controle komt, maar er komt niemand. Dus we zitten hier allemaal zo saai op de stoel. Nou, dat gaat helemaal nergens op. Nee. Eeuw, wat zie ik eruit. Eeuw, lief. Eeuw, zacht. Oké, doei. Doei. Oh, je mag je dit. Oh, zo. Staat hier aan. Ik ga zo nog even naar de grote manier. Kijk hoe erg. Wat een avond weer. Goed. Kut. Jezus. Nou, we zijn nu bij een World Fashion Center. Bij de World Fashion Center. Nu is het een grote handel. Dus we gaan het gelukkig halen. Ja. Nou, we hebben weer een hele voorraad gehaald. Lekker.
in mijn zak. Liesbel heeft echt al heel veel besteld online, dus dat is echt niet normaal. Good morning, het is maandag, dit is nieuw week. Super bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Everything. Lekker voorbereiding weer. Bye. Love you.